and then void. Wij zijn hier met een groep dames en heren die bezig zijn met glasfusen. En dat is op uitnodiging van de OVA, de ouderenvereniging. En wij zitten in het huis van Katoen en Nu. En ons idee is om iedere laatste vrijdag van de maand hier te zijn. Op de vrijdagmorgen. En dan bieden we de ouderen in Almelo iets aan. En de ene keer is het creatiefs. De andere keer is het iets van een gesprek of voorlichting. En dit is nu de derde keer dat we doen. We zijn begonnen met de voorlichting over fietsen. Vervolgens hebben we een workshop gehad bloemschikken. En nu is het dus met glasfusen. En mensen maken dus een leuk werkstukje. Het wordt altijd mooi, want glas is altijd mooi. Ze hebben een onderplaatje van blank glas. En daar gaat gekleurd glas op. En dan gaat het in de oven. En dan wordt het een kunstwerkje. Ik zat even te kijken, Heb u al koffie gehad? Heb u al zin in een kopje koffie? En kunt u me iets vertellen over het procedé van glasfusion? Ja, hoe het gaat met glasfusen, wat je gezien hebt is nu de mensen die het werkstukje gaan maken, zeg maar. En dat komt dan op een ondergrond van glas. En vervolgens gaat het in een oven en dat stoken we op tot ongeveer 700 graden. En dan versmelt dat glas met de onderlaag en de bovenlaag. En dan krijg je dus een heel mooi effect. Ik zal dat even laten zien. Dit is bijvoorbeeld een eindresultaat. Het is dan een kerststalletje, omdat we nu in de kerstsfeer zitten. Dus zo komt het er dan ongeveer uit. Nou, en dan zetten we er een plaatje onder, dat het kan staan. En dan zijn de dames en de heren hier weer heel tevreden.